Morning! Het is 6:30. Ik heb al een buskaartje gekocht en ik sta te wachten op de bus. Winning in life. En het wordt niet winning in life, omdat ik misschien maar 2 uurtjes slaap heb of zo. Dus ik ga misschien een dutje doen wanneer ik in Chiang Mai aankom. Nu we toch staan te wachten, dan zal ik je eens wat weetjes vertellen over slaap. Ten eerste, wist je dat het heel erg moeilijk is om gelukkig te zijn wanneer je een slaaptekort hebt? Ik ben nu op zich wel happy, maar als je dus regelmatig zeg maar te weinig slaapt, dan wordt je hele hormoonhuishouding overhoop gehaald. En dan, ja, dan kunnen zeg maar de gelukshormonen kunnen dan niet meer heel goed hun werk doen. Als jij precies weet hoe dit in elkaar zit, ik bedoel, het is 6:30 in de ochtend, terwijl ik dat loop uit te leggen, vul me vooral aan in de comments. En ten tweede, wist je dat je als je te weinig slaapt en dat structureel doet, dat je zelfs een soort van staat van dronkenschap kan bereiken. In de zin van dat het heel lastig wordt om bepaalde functies van je hersenen te gebruiken of om goede beslissingen te maken. Dus mocht jij aan het leren zijn of toetsen hebben of whatever en erover nadenken om een hele nacht door te halen, niet te slapen en de volgende dag die toets te maken. Nee, niet doen. Dat is echt heel stom. Ga vooral slapen, al is het misschien voor 2 uurtjes of whatever. Alle slaap die je kan pakken is beter. En sta dan vroeg op en ga dan even verder leren. Daarmee haal je betere resultaten dan als je een nacht doorhaalt. Mensen die trouwens tegen mij zeggen van, ja, sleep is for when you're dead. Of sleep is overrated. Stefan die zei dat wel eens tegen me. Dan denk ik echt bij mezelf, a little less talking, a little more beautiful. Heb ik ook wel eens tegen Stefan gezegd als in van, je weet echt niet waar je over praat, ga maar gewoon mooi wezen ofzo. By the way, check even hoe geweldig mooi die lucht is. Wauw, prachtig. En 1:05 later zit je gewoon bij de gate. Go Air Asia en lokale bus. Dit wordt het ontbijt. Deze had ik over van gisteren. En ik had geen zin om havermout te maken vanochtend. Zodat ik een hele rij voor mezelf heb. Oh, ik ga zo lekker slapen. Check. En dit is wat ik nu buiten zie. Ik ga nu naar Droomland. Maar voor jou knipper ik 3 keer met mijn ogen. En dan zijn we er. Yes, tuk-tuk time. Awesome. Yes, ik ben aangekomen en voor het eerst in Thailand heb ik een hostelbed geboekt. Wat ik eigenlijk altijd doe is zo min mogelijk bedden en alleen maar vrouwen. Dus ik heb nu een bed in een 4-bed dorm met alleen maar vrouwen. Mixed dorms gaan mij echt te ver. Je kan hartstikke veel geld besparen hoor, ermee. Maar ik vind het gewoon geen prettig idee. Dus dan, waarom zou ik het doen? Dit is mijn bed. Chillings. Ik ben hier maar 2 nachtjes, dus ik dacht, nu ga ik eerst even eten, want het is bijna 12 uur en ik snak naar een fruitshake. Yes, eindelijk eten. Ik heb een papaya salade en een passievruchtshake die ik al bijna op heb. Ik verander trouwens mijn favoriet. Het is niet de lemongrass shake, het is de passievruchtshake. Dit is zo lekker. Ik heb nog een lychee shake genomen, aangezien ik vandaag zo weinig gegeten heb en gedronken. De rest van deze vlog is gesponsord door vriendinnetje Tineke. Het zit namelijk zo, ik kreeg via de WhatsApp ineens de vraag, Yves, wat is een rekeningnummer waar je nu bij kan? En een zelfvideo opdrachten. Waar het op neerkomt is dat ze me een budget geeft om een behandeling bij een spa te doen. Wat in Nederland al een hele goede massage zou zijn, maar hier is het echt ontzettend veel geld. Dus ik ben nu aan het lopen naar de vrouwengevangenis voor weer een 2 uur durende Thaise massage. Daarna ga ik kijken of ik mijn nagels kan laten fixen en mijn teennagels ook. En misschien heb ik nog zelfs geld over om mijn haar te laten knippen ofzo. Dus Tinus, Giro 555, sponsor een vlog. De rest is allemaal mede mogelijk gemaakt door jou. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik accepteer dit soort dingen niet heel makkelijk. Maar aangezien ik een video heb gemaakt
over accept gracefully kan ik het natuurlijk ook niet maken om het niet te accepteren. Dus Tinus, nogmaals, heel erg bedankt. Thank you, thank you, thank you. Holy schmeckers, dit was amazing. Ik was dus verdwaald en kon dat rehabilitatiecentrum niet vinden. Maar je hebt dus twee van die plekken waar je massages van gevangenen kan krijgen. Eentje is dus dat rehabilitatiecentrum. Dan zijn ze nog niet vrij, maar mogen ze al wel werken om ze terug te krijgen in de maatschappij. En de tweede is waar ik nu ben geweest. Per ongeluk kwam ik hier terecht. Waar dus ex-gevangenen massages geven. Dus die zijn al vrij, maar ze werken daar. En ik vond deze echt zoveel beter. Het was hier hartstikke rustig. Ik kom meteen terecht. De dames die kletsen niet met elkaar, zodat je net een iets relaxtere omgeving hebt. En deze masseuse was echt amazeballs. Ik wil meer massages. Ik zit echt te twijfelen om nu weer een voetmassage en misschien een facial of iets te nemen. Ik ga eerst maar eens weer een spa zoeken. Kijken wat ik kan vinden. Tineke, oh my god, you made my day. Dit was echt amazing. En ik ga hierna nog een paar behandelingen doen. Nee, 10. Het budget wat je me hebt gegeven is nog steeds niet op. Ik heb meer dan genoeg voor nog een behandeling. Oh man, dit is echt ultiem verwennen. Ik heb ook weer verse gel lak. Ik viel zelfs in slaap toen ze bezig was. Zal ik je trouwens een geheimje vertellen over de Thaise gel lak / manicure. Een meisje zat naast me en die zei van gewone nagel kan ik gel lak laten zetten. Toen zei die vrouw, ja, dat is extra 300 bovenop de 300 die ze voor de manicure betaalde. En toen dacht ik zo van, ja, maar die gel lak die ze bij mij zet, daar doet ze echt wel mini manicure bij. Dus ze knipt zeg maar wel echt die randjes en ze vuilt het bij en alles. Dus mocht je in Thailand zijn en een manicure willen met gel lak, neem dan gewoon gel lak, want daar doen ze een mini manicure bij. Ik ga nu echt even eten. Kijk, oh, wat een verwendag. Ik ben echt, ik heb geen hersenen meer. Dit is all air. Ik ben een airhead. Ik ben zo relaxed nu. Tinus, you rock. Dankjewel. Wauw, het is alweer gewoon 7:30. Ik heb sinds 1 uur alleen maar behandelingen gehad en mijn nagels laten doen. This is like such a perfect day. Wauw. Ik heb zo'n mazzel gehad dat ik net mijn camera had opgeborgen. Letterlijk 2 seconden dat ik doorliep, zag ik een meisje met super vette sandaaltjes. En ze had echt een hele mooie tattoo op haar been. En er is zeg maar zo'n stoepje en ik ga gewoon plat op mijn muil. Gewoon echt, net als hoe je vroeger als kind viel. Gewoon op je knieën, je handen naar voren. Mijn nagellak zit nog goed, thank god. Maar mijn knie, dit gaat echt zo'n dikke blauwe plek worden. Ik ben blij dat het niet erger is, maar oh, en heel lief, ze draaide zich meteen om. Ik kwam, are you okay? En ik, ja. Oh, ga ik weer bijna. En ik, ja, ik was deze schoenen aan het kijken en ik vind ze zo mooi. En je tattoo is ook zo mooi. En ondertussen vet pijn. Wauw. Gaan we weer zingen? Oh, 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 een blamage. I need food, man. Ik heb een Thaise omelet besteld. Altijd makkelijk. Gewoon eieren en groenten. Bam, klaar ben je. Ik ben on a roll. De proteïnes zijn binnen met de omelet. En nu neem ik een hele zak vol met groene papaya en een spicy saus. Dit is een risico hoor. Hier kan je echt heel ziek van worden. Oh wow, dit is zo amazing. Het is zo ongelooflijk lekker dat ik gewoon nog een zak heb gehaald. Ik zit al best wel vol, but I need to eat this. Yummy. Hey, het is 12:30. Ik ga snel slapen, want morgen moet ik vroeg op pad
voor de olifanten. Als je geabonneerd bent, awesome, you rock. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en denk je, oh my god, olifanten, dat mag ik niet missen. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je nu zoiets hebben van, nee, deze vlog was veel te weinig voor vandaag. Klik dan hier voor de vorige aflevering. En daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de oude travel vlogs. Kan je meteen een paar terugkijken. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Ik zie je morgen.